Mooi 274 miljoen euro wie de winst van Friesland Campina Flinier haast zo'n 20% heger als in 2011. Vooral in Azië, dat de merk sterk groeit, ging de winst omheeg. Maar de boeren hadden net vallen onder betere resultaten. De prijs van de malken zakken goed 3 centen. Het is ook jammer dat zo'n jaar voor de veehouder zelf wat anders heeft gelegen. Ondanks de relatief goede garantieprijs en de hoge prestatieprijstoeslag. Dat je toch ziet dat de marges laag zijn puur vanwege het feit dat de voerkosten hoog zijn geweest. De wichtigste activiteiten van Friesland Campina in Friesland binnen het cheesefabriek in Warkum en het condensfabriek in Ljouwt. Vooral in Ljouwt, dat een soort van de export naar Azië levert, gaat het heel goed. En per week alleen al werd bekend dat er in Ljouwt meer dan 100 miljoen euro investeerd worden zal in verbouw en vernijing van de productiefaciliteiten. Maar directeur Het Hart wilde net al te volle oersissen. We zijn nog aan het rekenen. We kijken natuurlijk ook heel sterk naar de markt en de marktontwikkelingen. We maken eerst de 35 miljoen investering en dan kijken we verder. Wanneer denk je dat je daar wat meer van weet? Nou, daar weten we aan het eind van het jaar zeker meer van. In Ljouwt is het dit jaar in elk geval feest omdat het fabriek 100 jaar besteedt. Had de boeren dit jaar een betere melkprijs krijgen, maar nog afwachten worden. Verder als voorzichtig optimisme over de eerste helft van het jaar wil het bedrijf net gaan.